Het Vinti Heilig Boek, Krisikri Sumani, was gisteren het onderwerp van een lezing georganiseerd door het instituut Kunye Akata. Het doel van de lezing was namelijk om nadruk te leggen op de verschillende normen en waarden die voor een ieder gelden, maar meer voor personen die de Vinti-liturgie beleiden. Ramon Maknak, die de schrijver van het boek is en ook de Vinti-liturgie beleidt, vertelt dat deze religie een samensmelting is van diverse spirituele geloofsovertuigingen. Hij las enkele passages uit het boek voor. Binnen de Vinti treft men elementen van Afrikaanse, inheemse, christelijke, Hindustaanse, Japanse als ook Joodse godsdiensten terug. Verreweg komt de grootste overheersende, daar komt het, zijn de Afrikaanse elementen. Dus amor op digitale schijn van a Vinti naar Afrika. Dan is het maar denk dat Vinti naar Afrika komt. Nou, ja, u bent een bijzonder mens, maar geboren op een half rond, ja, en vooral in bijzonder Suriname. En dat weten de anderen ook. De Afrikaanse godsdienst is de oudste ter wereld en kan spiritueel terug herleid worden naar het begin van de schepping. De zwarte mens was ook de eerste mens en zij kregen van Anana als eerste onderricht hoe hem te dienen. Men kan het ontstaan van Vinti religie vergelijken met het bouwen van een huis. Naar gelang men bezig is met het optrekken van het bouwwerk, zal men indelingen maken en afwerken. Er vindt een heel proces plaats voordat er een geheel is. Dat proces heeft Vinti dus ook doorgemaakt, net als alle andere religieën. Maknak zegt verder dat iedereen zijn eigen geloof heeft en dat moet gerespecteerd worden. Vooral degenen die de Vinti religie beleiden, moeten zich volgens hem aan de regels houden. Want er zijn ook mensen die deze religie misbruiken, zegt hij. En daarvoor heeft hij de volgende waarschuwing. Ik zou zeggen, mens, let op je woorden, op je tong. Het kan tegen je via de natuur als een boemerang gaan werken. En onderzoek alle dingen, behoud slechts het goede eruit. Teri, gire speki de kisere speki baka. En daarom zou ik ze aanraden, lees de Krisikri Sumani en dan overtuigt u jezelf. Ramon Maknak, schrijver van het Vinti Heilig Boek Krisikri Sumani. Hij sprak gisteren tijdens een lezing die het boek onder de loep heeft genomen.